Het leven is niet bedoeld om makkelijk te zijn. Het leven moet de moeite waard zijn. Aan het woord is Roy Martina, holistisch artist. Hij is momenteel in Suriname op een spirituele reis en zal in de marge daarvan op 11 februari een masterclass verzorgen, getiteld Mindshift for Success. Martina is al 40 jaar holistisch arts. Hij slaagde op zijn 22e cum laude voor zijn studie geneeskunde. Daarna verdiepte hij zich in de holistische geneeswijze en therapieën zoals homeopathie, acupunctuur, preventieve en natuurgeneeskunde. Martina is morgen te gast in het programma In Gesprek Met. Met hem hebben we gesproken over de masterclass, maar natuurlijk ook over zijn filosofie van het leven. Eén daarvan is dat we moeten leren om los te laten en te vergeven. Gandhi die zei het heel, heel mooi. Als je iemand niet vergeeft, is hetzelfde als je dodelijk vergif neemt en hoopt dat die ander doodgaat. Mm. Nou, dus dat werkt dus niet. Dus we moeten leren loslaten en doorgaan. En het mooiste dat ik heb geleerd was van een Franse vrouw. Die werd 123 jaar en 84 dagen. En wat ik van haar heb geleerd na de studie, ze is een mens in het loslaten. En dat werd ook in mijn praktijk, werd dat het thema. Als iemand ziek wordt, wat kan je niet loslaten? Waar loop je vast? Heel veel mensen denken dat het lichaam gescheiden is van de rest. Maar het lichaam is een soort communicatiekanaal voor jezelf. Dus elke ziekte heeft weer een betekenis. En wat ik geweldig vind, is vooral de jongeren nu. Die hebben zo alles nog voor zich. Ik moest al die fouten maken. Ja. Maar ik kan het nu doorgeven, maar ook in ondernemingen, in bedrijven. Dat wanneer het bedrijf, wanneer de leider in het bedrijf niet zijn mensen inspireert, een visionair is en ze niet meetrekt in een team, dan functioneert het bedrijf niet. Dus mijn slogan is, happy people do more. Ten aanzien van de masterclass zegt Martina dat het niet om het verstrekken van informatie gaat, maar om praktische tools die hij aan de participanten zal meegeven. En dan heb je na de masterclass heb je, zeg maar, een gedeelte van de mensen die gaan die tools gebruiken. En met die tools garandeer ik je, als je dat 100 dagen doet, ontstaat een verandering van je mindset naar mindshift. Dat is stap 1, dus tools. Ik doe ook met de groep een geleide meditatie. Dat noemen we tegenwoordig een brain training. Die ze meekrijgen. Dus in feite mogen ze dat opnemen. En daar kunnen ze zelfs gedurende de nacht naar luisteren. Dus je gaat ermee door. Als ik wegga, begint het pas. Nageven. Bent u een heler? Nou, je zegt wat heel, oneness, één zijn. Heler is niet iets vaags. Heler is in feite de balans vinden tussen het ego en wie je zelf bent. De grootste probleem waar we mee zitten is, daar zit een disbalans tussen. Het ego is wilskracht. Het ego wil zich onderscheiden van de ander. Het ego wil belangrijk zijn. Het ego leidt. Het ego zegt, zie mij hoe geweldig ik ben. Noem me op. En dat soort dingen. Dus we zijn niet één. We zijn niet heel. Dus het is een andere betekenis van heler dan ik handen opleg en dan daar staat te doen. Dat doe ik niet, daar ben ik te duur voor. Dat doe ik niet. Tot zover Roy Martina, met wie we onder andere spraken over de masterclass die op 11 februari in de ballroom van Turarica gehouden wordt. Martina wijst erop dat hij ook via livestream te volgen is. Voor hem is belangrijk dat hij zijn kennis kan delen zonder daar iets voor terug te krijgen.